Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 13 oktober 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. In Duitsland wordt morgen woensdag vanuit Regensburg in Beieren door amateurs een stratosfeerballon opgelaten onder de naam Strato Beagle. De ballon wordt aan de elementen toevertrouwd om 10 uur 's ochtends en zal net als bij onze landelijke ballonvossenjacht enkele uren in de lucht blijven. Men verwacht dat hij zo'n 25 kilometer hoog zal komen. Het project is opgezet door het onderwijsstation DK0PT van de Hogeschool Regensburg. Positiegegevens van de ballon worden met APRS in FM uitgezonden op 145-200 MHz. Ook worden telemetriegegevens uitgezonden. Daarnaast worden de positiegegevens ook af en toe op 144-800 uitgezonden, zodat de ballon op het APRS-netwerk te volgen zal zijn. Organisatoren ontvangen graag QSL-kaarten met ontvangstrapporten. Mogelijk is de ballon ook in Nederland te ontvangen. Lancering van de ballon dus morgenochtend, woensdagochtend, om 10 uur. Ja, dat is wel een half uur voor de herhaling van deze uitzending. Maar waarschijnlijk is hij dan nog wel in de lucht en het is met een APRS-signaal te ontvangen op 145-200 dus. Linkje naar de website van de Strato Beagle is ook te vinden op pnlete.nl. Een medewerker van het bedrijf VMware uit Louisiana in de VS, William Lam, blijkt vanwege zijn weblogposts over virtualisatie van computers Europa niet in te mogen. Lam zou een lezing geven over dit onderwerp tijdens de VMworld Europe, maar werd door Interpol gearresteerd toen hij in Parijs op het vliegveld aankwam. Volgens onder andere de site Webwereld is niet helemaal duidelijk wat precies het probleem is. Lam zelf tweette dat hij was aangehouden vanwege bijdrage aan het blog virtuallyghetto.com. Lam publiceert daar hoofdzakelijk over virtualisatie voor Mac-omgevingen. Op Twitter is vervolgens een actie op gang gekomen onder de hashtag FreeWilliamLam. Na een uitgebreide inventarisatie van wat Lam allemaal had meegebracht, werd hij na 24 uur uit de gevangenis vrijgelaten, waarna hij zonder zijn lezing te hebben gegeven naar de VS terugkeerde. De ARRL Online Auction, een veiling van de Amerikaanse amateurvereniging, viert vanaf 19 oktober haar 10-jarig bestaan. Er zullen 260 items worden geveild. De veiling verkoopt bijvoorbeeld apparaten die voor een test in QST zijn verworven. Vanwege het jubileum worden ook 5 mystery boxes van het ARRL labteam geveild. Onder de voor producttests gebruikte apparaten die geveild worden bevinden zich bijvoorbeeld een Flex Radio Systems Flex 6700 transceiver, een Apache Labs Anan 100D SDR HF 6 meter transceiver, een M2 6 meter 1K2 eindversterker, een Acom 600S HF lineair en een Jesu FT991. Er worden overigens ook kleinere items geveild, zoals bijvoorbeeld boeken, waaronder bijzondere exemplaren uit het verleden. De opbrengsten van de veiling komen te goede aan de opleidingsprogramma's van de amateurvereniging ARRL. De veiling loopt van 22 tot en met 27 oktober en om te kunnen bieden moet je je eerst registreren. Meer informatie is te vinden op de ARRL website op arrl.org. Denk als je digitaal georiënteerd bent vanavond nog even aan de D-Star-ronde vanaf 8:30 op XRF 088B. Mocht je geen D-Star-apparatuur hebben, dan gaat meeluisteren ook via Echolink door te luisteren naar PI1XDV-L. En dan nog even een punt van orde, gisteren ook al gemeld, maar de uitzendingen van de Daily Minutes op de Korte Golf zijn tot 1 november in de pauzestand gezet. Daarna komen de uitzendingen terug in een versie van 3 minuten, mogelijk met iets andere tijden en frequenties. Volgt nu nog het tweede deel van het item over radar, waarvan gisteren het eerste deel te horen was, in het Engels. Verder hebben we ook weer een makkelijk en een moeilijk morsewoord. Well, the maintenance must be a bit like the fourth bridge, isn't it? As soon as you've finished, you need to start again. Yeah, we don't have to continuously paint it, but I remember some years ago when it was time to paint it, my office was quite close to the tower, and we were all told to park our cars somewhere else. As the paint drops came down. Unless you wanted some multicoloured cars. Yes. It's great to have the tower here in the centre of Essex, but Essex played a much greater role really in the development of radar, didn't it? That's right. Whilst the system concept was occurred at Boards Manor, in fact just up in Suffolk, by then various companies, Marconi, Cossa, EK Coal in Southend. Essex was very much a centre of electronics in its day, and that meant that almost on hand for the guys up in Suffolk was, you know, ready-made skills for when they had to go from a very basic concept to building 80 of these systems around the coast, and very quickly as well. How come Great Baddo then? How come it got plopped out here, just outside of Chelmsford? Right, yes, there's a separate story. So it only came to Great Baddo in Chelmsford, where the research centre's located, sometime after the war in the mid-50s, and it was because the Blue Streak project, which was a major national project of its day, needed a measurement system. And this tower and a couple of smaller towers
one on this site and others around Essex were brought here piece by piece and very quickly. It's a great story for, well, for this country, but as you say, for Essex, which played such a role. And as we look up Murray, do you ever get to go to the top yourself? Must be a good view. I'm sure it is. Unfortunately, I'm not one of the certified climbers. I have been up one or two of the smaller towers in my youth, up to sort of 20 and 50 foot levels, but I leave this one to my colleagues who've got a good head for heights and all the appropriate safety equipment and training. Is it a loved landmark? I mean, do the people of Chelmsford warm to this now, or is it, dare I say, the word blot on a landscape? It's certainly for the local village, it's part of the village town, so it's a lot of people, especially if they've got some of that background in their family, I think do notice it, and without it, it's the tallest man-made thing in Essex, to this day, I believe. So, yeah, we're obviously very proud, and I think it would be missed if it did go. Is that ever possible, or is it a listed structure? It's not listed because it's still kept in use, and therefore we're continuing to take care of it. It's being considered almost like a heritage feature, should we actually invite some new people to share this site with us as well. So for the moment, it's still providing a very good national service for our services, actually. And whilst it's doing so, we needn't worry about that. Murray Nyman from BAE Systems meeting me yesterday at the foot of that great Baddow Tower. Perhaps we should nominate it as an unloved landmark, eh?